De Barbecue Optima Seram zou je een zeilbarbecue kunnen noemen. Iets voor een eigen standplaats in de tuin. Niet een ding om mee te nemen. Het is een open barbecue die dus alleen geschikt is om direct mee te grillen. Door de vorm van de pan gaat het houtskool vanzelf in het midden liggen. Het grillrooster kan in hoogte versteld worden zodat je de temperatuur enigszins in de hand hebt. De claim to fame van barbecue is dat je hem kunt aanmaken met 3 proppen krantenpapier. Dat lukt waarschijnlijk na enige oefening met de juiste krant wel, maar ik heb voor de zekerheid ook wat aanmaakblokjes onderin het rooster gelegd. Rook genoeg in ieder geval. Deze barbecue leent zich bijvoorbeeld prima voor hamburgers. Zolang je maar bijblijft worden ze een mooi flamekist zoals dat heet. En het grote rooster heeft genoeg ruimte om ook de broodjes te roosteren. De trek in de pijp kan met een schijf geregeld worden. Ook steaks gaan hier heel goed op, zolang je de vlammen in de gaten houdt, want het vet dat van het vlees druipt komt direct in het vuur terecht. Na het grillen zit de as onderin de voet van de barbecue. Die kan met 2 klemmetjes losgeklipt worden, waarna je de bovenkant met het hengsel omhoog trekt. De barbecue kost in deze uitvoering bijna 100 euro. Een roestvrij stalen model iets meer, al zijn dan ook niet alle delen van roestvrij staal. Als je er 5 jaar mee wilt doen, moet je hem niet aan zijn lot overlaten in weer en wind. Roestvrij staal of niet.